Welkom. In deze video praat ik met Jorien over haar deelname aan de Afstemmen en Actie Mastermind. Welkom Jorien. Ja, dank je. Misschien kun je in een zin even zeggen wat jij doet met jouw zielsmissie? Ja, zeker. Ik ben van origine kunsthistorica. En eigenlijk is creativiteit bij mij altijd de rode draad geweest. Dus ik heb veel in de creatieve sector gewerkt. En ik ben tegenwoordig ook een tekstschrijver. Dus schrijven en kunst, dat is echt mijn rode draad. En daar wil ik mensen gewoon zoveel mogelijk over leren. Van hoe kun je nou die creativiteit en die potentie ook in jezelf aanboren. Allereerst is dat natuurlijk ook mijn eigen vraag, hè, waar ik zelf wel nog mee bezig ben. Maar dat wil ik ook gewoon doorgeven aan andere mensen. Ja, mooi. Maar dat is wat ik heel vaak zie met je zielsmissie. Van je leert anderen wat je ook zelf, wat je zelf leert. Ja. Nee, je gaat natuurlijk zelf op die reis omdat je dat verlangen hebt. Dus, ja, mooi. Ja. Dankjewel. En wat waren jouw grootste uitdagingen dat je je aan hebt gemeld om mee te doen met deze mastermind? Dat is wel een hele goede vraag. Ik denk dat het bij mij heel erg zat in het mentale stuk toch wel. Ik merk dat ik ben iemand die dingen snel oppikt, dingen uitzoekt. Dus als ik bijvoorbeeld bepaalde vaardigheden of kennis mis, dan kan ik dat vrij snel regelen, zeg maar. Maar bij mij zat het echt heel erg in het mentale stuk, in gewoon niet de tools hebben om mezelf te supporten, om mezelf elke keer over die drempels, over die obstakels heen te helpen. En daar liep ik gewoon elke keer spaak. En ik dacht, als ik echt verder wil, als ik echt next level wil, of als ik echt die missie gewoon neer wil zetten, dan zal ik mezelf gewoon voorbij al die obstakels, voorbij alle bullshit gewoon elke keer weer moeten trekken. En dat vond ik heel ingewikkeld en daarom dacht ik, ik moet daar gewoon op een hoog niveau gewoon hulp bij hebben. Ja. Is er al iets in de mastermind wat je hebt geleerd om die uitdaging te overwinnen? Ja, zeker. Ja. Wat jij me ook heel erg hebt geleerd in alles wat je doet in al je content, is eigenlijk hoe we natuurlijk onze eigen realiteit creëren. En alleen dat al is heel erg behulpzaam geweest in het feit dat vroeger ging ik daar gewoon heel anders mee om. Nu weet ik gewoon hoe ik daar. En wil ik zeggen dat het per se veel makkelijker is. Hè, dat die uitdagingen er niet meer zijn. Maar ik merk wel dat ik daar veel makkelijker doorheen kan bewegen. Omdat ik weet hoe het zit. Omdat ik weet dat het niet de waarheid is. En dat ik kan kiezen. En dat ik daar een ander verhaal van kan maken. Dat alleen al, dat geeft zoveel vertrouwen en ook gewoon veel kracht of zo. Dat ik denk, ik hoef ook niet elke keer vast blijven te hangen in het oude verhaal. Ik hoef niet elke keer mezelf naar beneden te krijgen en me klein te houden. En ik weet dat je praktisch natuurlijk ook een heleboel mooie dingen aan het doen bent. Want je hebt een programma vormgegeven. Hè? Je hebt een hele mooie marketingstrategie opgenomen of gecreëerd. Dus ik weet dat daar ook een heleboel mooie dingen gebeuren. Maar wat ik je eigenlijk hoor zeggen van die praktische dingen die gaan eigenlijk wel als dit ook maar goed is. Maar wat ik wel merk is dat vooral op het gebied van marketing en dat soort dingen. Ik kan het zeg maar wel, maar ook het mentale stuk kan me daarin heel erg tegenhouden. Ja. Of dat ik niet zo goed weet wat nou bij me past. Dus ik deed ook vooral heel veel dingen waarvan ik achteraf nu denk van dat kwam niet vanuit de juiste mindset. Dus ook dat is gewoon heel erg behulpzaam dat ik dat gewoon heel erg afgestemd is. Ja, en ik heb bijvoorbeeld met jou meegekeken naar jouw salespagina. Wat vond je daar speciaal fijn aan dat we dat proces samen hebben gedaan? Het was voor mij ook gewoon, denk ik, heel erg behulpzaam dat jij daarin kan zien van, het is nog niet helemaal afgestemd of het voelt nog niet helemaal
helemaal in lijn met die missie. En dan denk ik, oké, ik moet weer even terug. Het is nog niet, het raakt nog niet de kern aan, zeg maar. Dus op dat moment kan ik daarin gewoon veel dichter bij, ja, bij de kern komen. Of bij waar het eigenlijk om gaat. En ik denk, als ik dat niet had, dan blijf je daarin, zeg maar... Ja, dan blijf je op dat oppervlak, of dan blijf je een beetje, ja, dat vage, dat... Ja, en daar kunnen mensen niet zich ermee gaan verbinden. Nee. Kun je niet gaan verkopen. Nee, dus echt, echt gewoon diep daarmee gaan, tot die verbinding komen, ja. Dus je hebt mooi afgestemd aanbod, mooie salespagina. Ik hoor je zeggen dat je mindset beter is. Zijn er nog meer concrete resultaten die je hebt gehaald die we nog niet genoemd hebben? Even denken hoor. Ik denk ook, wat ook wel echt genoemd mag worden, is dat ik wel gewoon ook veel consistenter ben in wat ik doe elke dag. He, dus je hebt me daar ook heel erg mee geholpen in het vinden van structuur, zonder dat daar een bepaalde, hoe noemen we dat? Een bepaalde, zonder dat het echt heel star is of heel vast is, maar ja, wel echt veel meer structuur en ook veel meer die actie daarin. En ook daarin kon ik gewoon heel erg mezelf in verliezen. Dat of ik bleef heel passief, of ik deed zeg maar van alles en nog wat en het droeg niet echt bij aan waar ik mee bezig was. Dus ook gewoon veel meer die helderheid en mooie balans aan het vinden nu. Ja, dus echt concreet ook gewoon veel sneller voor mezelf die helderheid van wat heb ik te doen, wat ga ik doen. En ik ben veel sneller tot die concrete stappen gekomen. Ja, waar ik dus vroeger echt heel lang daarmee bezig kon zijn, heb ik dit gewoon echt in een aantal weken eigenlijk gewoon neergezet. Dus dat is wel, Mooi, goed om te horen. Waar ben je mij en Konrad en de rest van de Mastermind deelnemers specifiek dankbaar voor? Waar ik jou in ieder geval heel dankbaar voor ben, is wat ik ook al gezegd heb. Hè, dus ook die heel erg die kennis, maar ook elke keer die herinnering van, weet je, jij bent de creator, jij kan dit. Het zit allemaal hier van binnen. Dus gewoon alleen al die kennis, dat heeft me gewoon heel erg geholpen om daarin gewoon stappen te zetten. Dus daar ben ik heel erg dankbaar voor. Maar ook wat je heel vaak zegt van, we gaan niet weglopen, weet je wel. Echt die commitment van we gaan het gewoon aan. En dat vind ik gewoon heel erg fijn, weet je wel. Ja, iemand die er gewoon echt is en die oprecht zegt, we gaan het gewoon doen. Ook die accountability daarin en die commitment gewoon. Van we gaan het samen doen. Maakt niet uit hoeveel shit je op te lossen hebt of wat er allemaal erboven komt. Dat kijken we gewoon aan en dat voelt ook gewoon heel, het voelt aan de ene kant zeg maar heel liefdevol en ook heel veilig, maar aan de andere kant ook niet zo van, het voelt ook heel praktisch. Oké, dit is aan de hand en nu gaan we dit doen. Dus ook echt die praktische tools van oké, hoe kunnen we hier doorheen bewegen? Als ik daarop terugkijk, denk ik, heb daar wel echt hele grote stappen in gemaakt. Dus daar ben ik wel echt heel dankbaar in. Heel dankbaar voor, ja. Nou, hebben wij laatst als doel voor de Mastermind gezet om binnen een jaar echt je inkomen te verdienen met je zielsmissie. Als je jezelf een jaar vanaf nu ziet, heb je het gevoel dat je dat gaat realiseren en dat dat voor andere mensen ook mogelijk is met hoe we de Mastermind op hebben gezet of op aan het zetten zijn eigenlijk? Ik vind het toch wel een beetje spannend om te zeggen, maar ja, ik denk echt wel dat het gaat lukken. Kijk, er zijn nog wel echt momenten dat het nog niet helemaal zo voelt, maar ik weet ook met alles wat ik al nu al heb meegemaakt daarin en heb geshift,
dat dat ook gewoon iets is wat ik dan weer kan gaan veranderen. Dus ja, ik ga er wel echt komen. Dat komt goed, want de stappen die ik al heb gezet, dat vind ik al heel wat. Dus een jaar, dat gaat gewoon lukken. En ik denk wel, weet je, als ik dat kan... ik had ook heel veel beperkende overtuigingen over het feit dat ik iets met kunst doe. Dat ik daar mijn geld mee wil verdienen. Dus ik weet gewoon zeker dat als ik dat kan, dan met die missie. En dan kunnen andere mensen dat ook gewoon. Ik zeg dat ook altijd. Ja. ook van mezelf. Van als ik kijk waar ik vandaan kom en ik kan het, dan kan iedereen het. Dus, ja, okay, ja. De laatste vraag. Is er nog iets wat je mee wil geven aan mensen die kijken en die eraan denken om deel te nemen aan de mastermind? Ja, ik denk wel dat... het is gewoon heel goed om dit voor jezelf te doen. En dat merkte ik eigenlijk pas toen ik erin zat. Dus ik merkte toen ik ermee bezig was, hoezeer ik het eigenlijk nodig had. En dat ook gewoon aan jezelf geven. En jezelf gewoon dat gunnen om je te laten supporten. Om elke dag op te komen dagen. En dat kan heel overweldigend zijn. Het kan veel zijn. Het kan eng zijn. En dat is dat ook allemaal wel. Voor mij is het wel echt de beste keuze geweest om dat te doen. Dus vooral als je dat voelt om te doen, dan zou ik daar ook gewoon echt niet in twijfelen. Zo heb ik dat eigenlijk ook gedaan. Ik heb me gewoon aangemeld en ik dacht, oké, ik laat het gewoon over me heen komen. En het bleek achteraf toch wel de beste keuze geweest om dat te doen. Dus, We weten wat we doen, hè? Ja, daarom. Ja, absoluut. Ja. Oké. Als mensen meer over jou willen weten of met jou willen verbinden of willen zien hoe zij zich ook kunnen laten inspireren door kunst, waar kunnen zij heen? Nou, dan kunnen zij naar mijn website en dat is www.jorienkleinedaters.com. Oké. Daar vind je van alles over wat ik doe. Oké, nou mooi. Dan sluiten we daarmee af. Dankjewel Jorien. En, bedankt voor het kijken. En misschien tot snel aan de mastermind. En nou, jou zie ik in ieder geval morgen alweer. Yes.